De Honda Grasverslinder. 6 maaihoogten. Gemakkelijk starten. Met een licht en roestvrij aluminium frame. Een krachtige viertaktmotor. Honda maakt van elk grasveld een gazon. Het beste onder de zon is het pure sap van Goudappeltje. Vraagt om het beste onder de zon. Goudappeltje. De nieuwe manier van fotograferen. Kodak Disc. Met een revolutionaire fotoschijf. De Kodak Color Disc Film. Voor haarscherpe foto's van snelle acties. En voor geslaagde binnenopname met levensechte kleuren. Voor nog meer fotoplezier, de nieuwe Kodak Color Disc Film. Met Overtoom, dan Dolder. Ja, graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 winkelrekken, 4 ladders, 2 rollenbanen, 8 kantinetafels, 32 stoelen, 3 bureaus en 2 dossierkasten. Maar ik moet het wel snel hebben. Wat zegt u? Dat is snel. Inderdaad, Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren uit voorraad. Alleen Miele kan Miele verbeteren. Een nieuwe klasse wasautomaten met veel nieuwe vindingen. Ontdek het nieuwe watercirculatiesysteem voor nog zuiniger wassen. De nieuwe totaal onbelaste roestvrijstalen kuip voor nog langere levensduur. De uniek hoge centrifugesnelheid tot 1250 toeren. Ontdek het scharnierende servicepaneel. Voor snellere service, dus lagere kosten. Ontdek veel meer. Kortom, ontdek de nieuwe Miele-klasse. Ja, oma. Doe nu een tafel, oma. Glasrode kool. Rode kool met appeltjes. Van Iglo. Zo lekker als alleen oma dat nog kan. Ja. Willem? Ja. Oma-muizen, rode kool met appeltjes van Iglo, ouderwets lekker. Dit is echt oma's recept. Hé, kookt oma ook voor Iglo? Met Iglo breng je het beste op tafel. Goed nieuws voor sportvrienden. Die nieuwe Hollandia sportslips zijn speciaal ontwikkeld voor sportieve mensen die hoge eisen stellen aan bewegingsvrijheid. Elastisch materiaal, uitgekiende pasvorm. En met een Hollandia tireband die bij elke beweging onberispelijk op zijn plaats blijft. Hollandia sportslips, voor mannen die hoge eisen stellen. Het bekende kalmoeskruid heeft vele goede eigenschappen. Deze komen in smaak en geur het best tot hun recht in Hooghout Kalmoes Berenburg. Uit Groningen. Goedenavond, dames en heren. In Friesland groeit de vrees dat er op het Sneekermeer 4 mensen door verdrinking om het leven zijn gekomen. Vanavond werd het stoffelijk overschot van 1 slachtoffer, een meisje, opgedrecht. Wegens de invallende duisternis moesten 2 boten van de Rijkspolitie te water het zoeken vanavond staken. Gisteren al werd door de Rijkspolitie te water de lege zeilboot aangetroffen van het viertal, 2 jongens en 2 meisjes uit Leeuwarden. De zeilboot werd gevonden bij het starteiland in het Sneekermeer. Over de toedracht van het drama op het meer zijn nog geen bijzonderheden bekend geworden. PLO-leider Yasser Arafat heeft ruim 2 uur met koning Hussein van Jordanië gesproken over het vredesoverleg in het Midden-Oosten. Na afloop van het gesprek dat in de Jordaanse hoofdstad Amman plaatsvond, noemde Arafat het onderhoud met Hussein positief, hoewel politieke waarnemers zich pessimistisch uitlieten over een spoedig akkoord tussen de gesprekspartners. Vanmiddag reed Arafats auto voor bij het paleis van de Jordaanse koning Hussein. Deze verwelkomde de leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie heel hartelijk. De pers kreeg ruimschoots de tijd om opnamen te maken van de 2 leiders op het bordes. De gesprekken tussen de 2 worden belangrijk genoemd omdat zal worden uitgemaakt of Hussein namens de PLO zal gaan deelnemen aan de vredesonderhandelingen over het Midden-Oosten.
Hussein wil namelijk de steun van Arafat voor onderhandelingen op basis van het plan van de Amerikaanse president Reagan. Dat houdt onder meer de teruggave in van door Israël bezet gebied dat dan een Palestijnse provincie wordt van Jordanië. Daarentegen willen de PLO en de andere Arabische landen de stichting van een onafhankelijke Palestijnse staat op de westelijke Jordaanoever. In het Westen heerst teleurstelling over de verklaring die de Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromyko vanmorgen heeft afgelegd over de kernbewapening. Gromyko noemde het tussenvoorstel van president Reagan onaanvaardbaar. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken betitelde Gromyko's opmerkingen als een niet-constructieve eerste reactie. Maar de Amerikanen hopen dat de Russen tot een soepeler opstelling zullen zijn gekomen als half mei de onderhandelingen in Genève weer verder gaan. Gromyko maakte zijn opmerking over Reagans tussenvoorstel tijdens een persconferentie in Moskou. Volgens Gromyko is de kloof tussen Amerika en Rusland door het tussenvoorstel groter geworden. Оно наиболее четко сформулировано в заявлениях последних американского президента. Утверждение, будто бы его предложение относительно ракет средней дальности, это и есть путь к соглашению и путь к миру. Нет. Het huisvuil uit Zuid-Holland, dat sinds gisteren niet meer in Vlaanderen mag worden gestort, zal nu naar Wallonië worden gebracht. De firma Zegwaard uit Delft, die het vervoer regelt, heeft overeenkomsten afgesloten met eigenaren van stortplaatsen in Waveren en Mont-Saint-Guibert. In tegenstelling tot de Vlaamse deelregering heeft Wallonië geen stortverbod afgekondigd en dat wordt voorlopig ook niet verwacht. Op diverse stortplaatsen in Vlaanderen kwam tot 1 april ongeveer 800.000 ton afval uit Nederland terecht, een deel daarvan huisvuil uit Zuid-Holland. Het huisvuil ging eerst naar Noord-Brabant, toen men daar geen plaats meer had naar Vlaanderen en nu dus naar Wallonië. Omdat de beide Belgische deelregeringen, Vlaanderen en Wallonië, geen eensluidende wet hebben voor de afvalstoffen, is deze regeling mogelijk. Een woordvoerder van de Delftse firma die het vervoer regelt zei dat voor een beslissing werd genomen eerst uitvoerig bij de Waalse autoriteiten is geïnformeerd. Voorlopig zal men er ook zonder problemen het huisvuil in Wallonië kwijt kunnen. Zodra de in aanbouw zijnde vuilverwerkingsinstallatie in Zoetermeer gereed is, zullen de Zuid-Hollandse gemeenten daar hun huisvuil kunnen laten verwerken. Het nieuwsoverzicht nu. Van Schiphol is vanmiddag het eerste vliegtuig vertrokken voor een geregelde lijnvlucht naar Taiwan. De vlucht, die niet op de borden stond aangekondigd, vindt plaats tegen de zin van de Volksrepubliek China, die in Taiwan een opstandige provincie ziet. Officieel staat de vlucht op de dienstregeling van Martin Air. Het toestel dat vertrok was van de KLM. Het Vietnamese leger voert een zuiveringsoperatie uit in het grensgebied van Kampuchea. De operatie is gericht tegen de Rode Khmers, maar het brengt duizenden bewoners op de been die naar het naburige Thailand vluchten. In het grensgebied wonen ongeveer 200.000 mensen. Het gebied is in handen van verschillende verzetsgroeperingen. Bij het optreden daartegen gaan veel mensen op de vlucht. In heel West-Europa worden dit paasweekeinde vredesbetogingen gehouden tegen de plaatsing van nieuwe raketten. In Nederland was de Peel de aangewezen plaats voor een demonstratie tegen die raketten. De Nederlandse Vredesbeweging zegt over aanwijzingen te beschikken dat in de Peel de raketten komen die in Nederland geplaatst zullen worden. Den Haag ontkent dat. De vredesgroepen die in de Peel betoogden willen helemaal geen raketten.